naar Den Haag. Ja, ja, we gaan strijden vandaag. Ik hoop dat we wat kunnen bereiken. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ik heb er niet helemaal nog een gevoel en idee bij. En als we het nou niet doen, ik weet niet of het wat geeft, maar dan lopen we zo met z'n allen het wak in. De stikstofnormen zijn veel te laag. En om een beetje verhouding aan te geven, wij mogen 0,04 en bijvoorbeeld in Duitsland mogen ze 7. En ik heb bijvoorbeeld de afslag hier bij Heilo, is ook een tijdje op non-actief gezet vanwege het stikstofprobleem. Wij zijn loonbedrijf en aannemerij. En we zitten natuurlijk met projecten die allemaal in de lucht hangen, maar niet loskomen. We zitten met de mensen en ja, die willen we graag aan het werk houden, maar op deze manier wordt het moeilijk. Het belangrijkste signaal is dat we toch voor de PFAS ook een werkbare norm moeten hebben. Kijk, iedereen wil schone grond, maar de norm die er nu is, of die ze willen doorvoeren in de PFAS, die is niet haalbaar, want dan is heel Nederland vervuild. Kijk, als er geen vergunningen meer afgegeven worden, valt er weinig te graven. Hoe gaat het eruit zien straks in Den Haag? Nou, ik denk dat oranje de dresscode wordt vandaag. Ja, ik verwacht een hele hoop mensen en machines. En ik hoop echt dat we een mooie dag gaan hebben.